Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen wil een breed draagvlak creëren voor het beschermen van onze kust. Het ministerie van NH heeft daarom in samenwerking met de World Wildlife Fund, WWF, verschillende presentaties verzorgd. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de WWF hebben vandaag een publieke presentatie gehouden over de effecten van schelpafgravingen langs de kust. Per 1 januari 2016 heeft het ministerie namelijk de schelp- en schelpzandafgravingen in de gehele kustvlakte tijdelijk stopgezet voor de uitvoer van de studie Assessment of Impacts of Coastal Seashell and Sand Mining. De stopzetting was nodig om alle factoren die een directe negatieve invloed kunnen hebben op de kust van Suriname nader te bekijken. In samenwerking met WWF heeft het ministerie al presentaties gehouden voor onder meer districtscommissarissen, de politie, bestuursambtenaren en mijninspecteurs van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, de GMD, over het resultaat van de studie. Nu is het publiek aan de beurt. Volgens Dave Abeleven, directeur van Natuurlijke Hulpbronnen, kijkt het ministerie naar de maatregelen die nodig zijn om een evenwicht tussen mijnbouw en milieu te bewerkstelligen. Dit wordt samengedaan met milieuorganisaties zoals de WWF, zegt Abeleven. Een van deze studies is dus deze, dat is de Assessment of Impacts of Coastal Seashell and Sand Mining, welke dus in samenwerking met de World Wildlife Fund uitgevoerd is geworden. Ten slotte wil ik u erop wijzen dat ook in de regeringsverklaring van de huidige regering van de Republiek Suriname ook heel duidelijk het behoud van ons natuur tot uiting komt. Ik wil voor u citeren en daarmee sluit ik dan ook af, namelijk punt 1 van het regeerakkoord. Behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling. Het beschermen van de door de schepper aan ons geschonken natuurlijke omgeving dient een geïntegreerd deel uit te maken van onze economische politiek gericht op de versnelde ontwikkeling van Suriname. Binnen dit geheel en tegen de achtergrond van het urgent karakter van de mondiale klimaatverandering is het noodzakelijk om te komen tot een beleid voor bescherming van de kust en management van onze kustzone. Er moeten regels en wetten komen met betrekking tot mijnactiviteiten, zegt Kathleen Gersi, coastal morphologist, oftewel kustvlakteonderzoeker. Dit is een van de aanbevelingen van de studie, geeft ze aan. De rol van de stranden als natuurlijke kustbescherming moet verder benadrukt worden, geeft zij aan. Als het gaat om het mijnen van zand op de Surinaamse stranden, wanneer mensen mag oververwijderen, overkaveling bijvoorbeeld, toenemend gebruik van de kust en toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Denk maar aan de Chinezen die ons beschermen tegen die hoge golven. Dan moet er dus meer onderzoek komen. We moeten dus meer data gaan verzamelen over de Surinaamse kust. Maar belangrijk is ook dat we moeten weten hoe functioneert die kust nou eigenlijk. Data sharing, dat is altijd een probleem. Omdat iedereen zegt, het is van mij. En je krijgt het niet. En dat is een probleem. Een data sharing. Hè? We moeten meer data met elkaar gaan delen. En een eco-based management systeem. We moeten dus alles mee gaan nemen, ook de ecologie. En niet alleen maar kijken naar de morfologie. Alles moeten we meenemen. Nou. En we moeten de bevolking bewust gaan maken hoe belangrijk en kwetsbaar de Surinaamse kust is. Hè? Want we denken vaak, we zijn in een zieken land en niks komt eraan. Maar alles komt eraan. Gelukkig zijn we ons al bewust over de belangrijkheid van mangroven. Dat bewustzijn komt langzaam maar zeker op gang. Dat was Kathleen Gersi, coastal morphologist. Ze heeft vandaag een inleiding gehouden tijdens de publieke presentatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. En de World Wildlife Fund hebben vandaag een presentatie gehouden dus over de effecten van schelpafgravingen langs de kust.